Schiedam was jenever, maar meer en meer is de haven het visitekaartje van de stad aan het worden. Met name de maritieme en offshore sector doen het goed. Samenwerking tussen bedrijven, politiek, onderwijs, omwonenden en maatschappelijke instellingen is het toverwoord in de haven. Dinsdagavond ontmoeten de spelers elkaar bij Gusto MSC om over de toekomst te praten. Wethouder Minjas van onder meer havens en maritieme ontwikkeling in Schiedam is blij met die samenwerking. Ik geloof er echt in dat ondernemers en bedrijven die reeds zijn gevestigd in Schiedam, dat die heel veel meer kunnen dan als de overheid iets bedenkt vanuit het stadskantoor. Dat was vroeger misschien heel gebruikelijk, maar wat we vandaag zien is onderwijs en arbeidsmarkt weten elkaar te vinden. En de gemeente heeft daar een faciliterende rol in. En voor het Schiedamse havengebied betekent dat dat we hier bijvoorbeeld bezig zijn met de ontwikkeling van het MOIC, het Maritiem Onderwijs en Innovatie. Centrum. En dat is niet iets wat de gemeente bedenkt. De gemeente faciliteert dat, die brengt die partijen bij elkaar. Maar die ondernemers en die onderwijsinstellingen die gaan dat met elkaar oppakken. Die gaan ervoor zorgen dat de juiste opleiding worden aangeboden die voor mensen die hier straks ook een baan kunnen vinden. Tijdens de zogenaamde stadserfsessie waren 6 thematafels ingericht waarover de toekomst werd gesproken. Van duurzaamheid tot mobiliteit, van transitie tot onderwijs. Schiedam profiteert van alle grote spelers in de Offshore Valley, zoals de stad zich graag noemt. Veel maritieme bedrijven die zich hier in Schiedam gevestigd hebben de afgelopen jaren. Er zijn heel veel toonaangevende offshore bedrijven bij. SBM Offshore natuurlijk al wat langer, maar ook Mammoet, Huisman, Dame, HSM, Gusto MSC natuurlijk waar we hier zijn, Wärtsilä. Het zijn allemaal hele innovatieve bedrijven waar we heel erg trots op zijn in Schiedam. Ja.